Kaat en Liederwijk. Koken met Kaat en Liederwijk. 17e eeuws. Koken met Kaat en Liederwijk. Wij zijn Kaat en Liedewij. En we gaan 17e eeuws koken met Kaat. En met Liedewij. We gaan iets heel gezonds maken voor de mannen op het schip. Die mannen die zitten dus echt maanden aan boord, hè? Zonder diepvries, zonder koelkast. Ik kan gewoon niks bewaren, alles bederft. Ach, laat ze opzouten. Oh, Kaat, dat is echt zo niet aardig wat je zegt. Met zout. Met zout kun je alles inzouten, opzouten, afzouten en alles blijft lang houdbaar. Zout. Vis, inzouten, pieflappen, opzouten. Pultjes, pietjes, allemaal lekker afzouten. En aan boord even laten weken, zout eraf spoelen en lekker opeten. Maar je vergeet het allerbelangrijkste. Oh ja? Ja, je kan de dingen inzouten, maar je kan het ook echt zo lekker in het zuur leggen om te bewaren. Zoals de zuurkool. Dat is gewoon koolzuur. Ja, dat helpt tegen scheurbuik. Scheurbuik is nog lang niet ontdekt, maar dat komt door een tekort aan vitamine C. Vita wat? Ja, laat maar. Dan heb je de scheurbuik. Ja, je voelt je echt super aan relaxed en je benen doen helemaal pijn. Je tandvlees gaat bloed echt zo lelijk. Ja, maar wat helpt? Zuurkool! En als er iemand aan boord de pijp uitgaat, dan kan je hem gewoon in een vat met zuur bewaren. Super handig. Eeuw. Hey, het is etenstijd. Wij gaan eten zuurkoolsoep. Zoute haring uit het zout op een lauwwarm bedje van zuurkool. Oké, dat was dus de maaltijd voor de hoge heren, hè? Maar die arme matrozen kregen echt... Eeuw, oh my god. Echt hele vieze vissenkoppen en bedorven brood. Oh, wat stinkt dat eten van die armen. Meiden, beloof me één ding. Zorg dat je een rijke vent trouwt. Ja, dan hoef je echt no way vissenkop te eten. Doei! Kaat en Liederwijk.